En I'll Be Your Man op 3FM. Wijnand, ik was gisteren geschokt. Ja, dat kan ik begrijpen. Ik luisterde naar de radio ging net aan en ik hoor een DJ zeggen... het is allemaal zo erg en ze is doodgevonden bij haar huis. Amy Winehouse overleden. 27 jaar, jong. Veel te jong. Jeetje. Ik wist trouwens niet dat ze nog zo jong was. Maar ook ja, en los van het feit dat er gaan natuurlijk geruchten overdosis cocaïne zout zijn... ja, los van het feit dat ze zichzelf wel of niet de vernieling ingeholpen heeft... Ik bedoel, de drugs en drankgebruik zouden wel meegeholpen hebben. Het blijft natuurlijk tragisch. Ja. Het is gewoon een artiest. Ik vond het echt een hele goede artiest ook. Steengoed. Ja, ze was onwijs. Ja, die zijn we verloren. Maar toen ben ik gisteren eens gaan nadenken. En ik heb het ergens anders op internet ook al gelezen. Ze is nu wel samen met Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain en Brian Jones. Ja, de Magic 27, toch? Zo is het. Want dat zijn namelijk allemaal artiesten die overleden zijn. Echt grote artiesten die overleden zijn op the age of 27. Ja. Bizar, hè? Ja, heel bizar. Maar ja, ik vraag me ook altijd af of dat niet een beetje bijgeloof is. Nou ja, het is natuurlijk ook wel zo. Maar goed, dat is een club van 27. Ja. Dat is het. Ik vind het tragisch. Ik voel me daar ook best wel een beetje kut om, weet je. Dan heb je iemand die in midden in het leven staat, mooie liedjes maakt. Ja. En dan het toch niet kan overwinnen. Zo'n verslapen, vind ik lastig. We hadden al een weekend van dood en verderf. Ja. En dan kwam dit er ook nog even bij. Ik wil er toch even bij stilstaan. En om nou gewoon weer een standaard liedje te draaien, vind ik ook zo wat. Ik heb een akoestische versie gevonden van Amy Winehouse, Valerie. Die ga ik voor je draaien. Well, sometimes.